We staan hier voor de nieuwste aanwinst van de Radboud Universiteit, het Grotiusgebouw. Ja, de eerste colleges zijn al gegeven, maar wij gaan testen hoe studentvriendelijk dit gebouw is. Door eigenlijk gewoon wat dingen te doen. Dingen te doen, klinkt goed. We moeten eerst even kijken van wat is er belangrijk voor een gebouw van de Unie. He, bijvoorbeeld of er genoeg privacy is. Ja, en of er genoeg studenten studeerplekken zijn. En... Mooi leuke jongens rondlopen. Studiecentrum gevonden, maar studenten geen toegang. Fijn. Stopcontact. Heel handig dit, stopcontact. Als hij ook zou zijn ingevlucht. Beetje jammer. Als je hier zit, heb je uitzicht op Basje Kortman. Dit vind ik best wel mooi, dat je hier aan de wanden zie je zeg maar wat er tegenaan staat. Dat is wel echt zo van, oeh, die heeft veel boeken. Oh nee, deze heeft er nog veel meer. Kijk! Magnetron. Gratis koffie en thee en ook chocolademelk. Ingang. Ja, maar je kan toch gewoon naar binnen? Nee, mag niet. Geen ingang. Dit woord hebben we echt te vaak gezien. Dus get your act together en doe of de deur op slot of doe niet moeilijk, want dit is echt irritant. We hebben nu het hele gebouw gehad. Wat vond je ervan? Nou, ze hebben een aantal dingen eigenlijk opgevallen. Ten eerste dat er echt heel veel zitplekken zijn. Dus dat is best wel chill. Ten tweede gratis koffie en thee. Hoewel ik betwijfel dat het echt voor studenten bedoeld is. Maar goed, dat daar gelaten. En ten derde, heel veel stekkers zijn niet ingeplucht. Dus daar moeten ze nog wat aan doen. Ja, het is nog een beetje echt een nieuw gebouw. Het ding moet ingeplucht worden. Maar genoeg plekken om ook lekker op te slapen. Tussen college door, vind ik. En wat ik ook heel mooi vind, is hier buiten is het lekker chill. Kun je lekker relaxen, een soort bankjes of zo hier neerzetten, tafeltjes. Kun je mooi in de zon genieten.